Landelijk werd dit weekend de natuur gevierd, ook in Almelo. In het Doekpark organiseerde IVN Almelo Vet de la Natuur. Nog langer. Ja, ik weet het. Ja? Bij die wormpjes en dan terugkomen. We zijn hier bij Vet de la Natuur. Dus dat is een gratis natuurfestival voor families met kinderen. Dat doen we nu voor de derde keer in Almelo. En er zijn allemaal leuke dingen om te doen. Zoals je kan zien zijn mensen hier bezig met schepnetten. Dus dat is altijd erg leuk. Dus stel je voor dat je wat vindt. Wat heb je daar voor een kaart? Laat eens kijken. Een waterbeestjeskaart. Wat heb jij gevangen? Een slak. En dat is zo'n slak. Je kan ook naar het kindercircus. Moet je je armen een beetje uit elkaar houden en strekken. Als je je armen strekt. Moeilijk, hè? Ja. En dan moet je de schouders tussen de tocht proberen. Ja. Waar je rechtop gaat. En merk je dat je met de ene hand makkelijker kan gooien dan met de andere hand? En dat je met de ene hand makkelijker vangt dan met de andere? Dus oude kind yoga, je boogschieten, een rondje lopen bij de moestuin. Er is heel veel om te doen. Wat hebben jullie hier gedaan? Stempels halen voor alle activiteiten die we hebben gedaan. En wat voor activiteit was het hier? Hier zo was het dat je allemaal groenten moest plukken in dit tuintje. Zeg maar, wat heeft het nou met de natuur te maken? Ja, we vinden het belangrijk dat iedereen de natuur ingaat. Het maakt niet uit waar, zeg maar als je maar buiten bent en buiten speelt, dat is al hartstikke mooi. En dan kom je ook een keertje een vogel tegen of een vlinder die rondvliegt. En dan kan je daarover je verwonderen, je zintuigen gebruiken. En dat proberen we vandaag allemaal te ervaren en te beleven, zodat iedereen een leuke dag heeft.